Goed dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Racing News 365. Mijn naam is Joris Mosteijck. Abonneer je alvast hier beneden op dit kanaal. Er komt weer een hele gave winactie aan. En in de winter gaan we terugblikken op het spectaculaire Formule 1 seizoen van 2022 met bekende namen uit de wereld van de Formule 1. Na jaren van dominantie is 2022 een omslagpunt geweest voor Mercedes. Het team won acht jaar op rij de titel bij de constructeurs, maar kon dit jaar niet op tegen de dominantie van Red Bull Racing. Sterker nog, het kwam zelfs te kort voor de tweede plek. Het werd namelijk derde achter Ferrari. Het is dus de taak aan het team van George Russell en Lewis Hamilton... en ook een beetje aan Ferrari om de dominantie volgend jaar van Red Bull de halt toe te roepen. Door Sky Sports werd aan Red Bull-teambaas Christian Horner gevraagd... hoe zwaar het geweest zou moeten zijn voor Mercedes-teambaas Toto Wolff... om het te bewerkstelligen wat hij heeft gekregen... en hoe zwaar het wel niet moet zijn om nu die dominantie af te staan aan een ander team. Horner weet natuurlijk al te goed hoe dat voelt, want na de dominante jaren rond 2010, 2011 en 2013 moest het team 8 jaar wachten om die dominantie weer terug te veroveren ten koste van Mercedes. We voelden diezelfde pijn nadat onze dominantiereeks ten einde kwam na 2013. In 2014, met de verandering in de reglementen, waren we nergens. Maar we bleven erin geloven: je moet gefocust blijven op het doel. En veel mensen die nu bij ons werken, werkten toen ook al bij ons in 2013. Ook vele nieuwe mensen zijn bij ons komen werken. Iedereen bleef de focus houden op de uitdaging en het doel om weer in de winnende positie te komen. En we hebben het vorig jaar gedaan. En dit jaar zijn we weer een stap verder gegaan. Om weer de constructeurstitel te winnen na acht lange jaren is het bewijs van al onze toewijding en geloof. En Gianpiero Lambiassi is naast race engineer van Max Verstappen ook head of race engineering bij Red Bull Racing. En dat betekent dat op een dag van een testdag, zoals afgelopen dinsdag in Abu Dhabi, hij een belangrijke schakel is binnen Red Bull. Als belangrijkste race-engineer vormt hij eigenlijk de brug tussen de twee teams van engineers die bij Red Bull werken. Die allebei natuurlijk aan hun eigen auto werken. Nou, hij heeft teruggeblikt op de testdag in Abu Dhabi op het Jazz Marina circuit. Hij kijkt tevreden terug, er is veel werk verzet. Want hij weet ook, de titel van volgend jaar, zowel bij de constructeurs als bij de coureurs, die kon zeker niet aanwaaien. Ook al niet naar zo'n dominant jaar als dit jaar. Iedereen binnen het team begrijpt dat er geen tijd en ruimte is voor zelfgenoegzaamheid. Daarom zijn we met een bomvol programma voor beide bolide's de testdag ingedoken. De testdag is een succes geweest. Red Bull reed net als alle andere teams met twee auto's. Eén bolide werd gedeeld door Max Verstappen en Sergio Perez, en die andere auto was voor Red Bull Junior Liam Lawson voor de Young Driver Test. En de Nieuw-Zeelander vertelt dat de duo Verstappen en Perez een andere rol kreeg tijdens de testdag dan Liam Lawson. De coureurs hebben zich tijdens de testdag vol gefocust op de nieuwe 2023-banden van Pirelli en de evaluatie daarvan. Daarbij helpt het enorm dat wij onze eigen RB18 door en door kennen en begrijpen. Voor Liam lag de prioriteit ergens anders. Hij moest nog beter bekend raken met de auto en de manier waarop het team op het circuit opereert. Zeker wat betreft de correlatie tussen onze simulatiemiddelen, want daar maakt hij een belangrijk onderdeel van uit. Al met al een succes dit lambiasje doorschemeren. Er is ontzettend veel data verzameld en ze kunnen de komende weken en dagen en misschien nog zelfs nog een beetje maanden aan de gang om de RB19 klaar te stomen voor volgend seizoen en weer in de gooi te doen naar nieuwe titels. Het is een extreem waardevolle dag geweest gedurende welke we veel data hebben verzameld die we de komende dagen kunnen gaan analyseren. Vervolgens kunnen we deze data gaan gebruiken bij de ontwikkeling van de auto van volgend jaar. Dat was de update weer voor vandaag. Hopelijk heb je wat gehad in deze video. Like en abonneren zou ik heel vet vinden en je helpt je er zelf ook mee. Want zoals ik al aan het begin zei, er komt weer een toffe winactie aan. Dus als je dat zou doen, help je mij er enorm mee. Dankjewel voor het kijken en ik check je graag weer bij een nieuwe video.